Welkom bij onze tweede live dag. Onze gratis Spaanse challenge vandaag is het semi-gevorderde dag. Even kijken, we zijn al met een grote groep. Carlien, welkom. Carolina, Els, Florentien, Ingrid, Alida, natuurlijk. Alida is altijd bij mij. Sifra, Larissa. Larissa zit denk ik stiekem op de werk. Janne, Jolanda, Marijke. Nog een Marijke. Media weer. Quinty. Quinty is mijn steun en toeverlaat. Yvonne. Helemaal leuk. Welkom allemaal. En dan zul je zien dat er straks nog meer mensen binnenkomen. Els zegt geluiden uitzetten. Heel goed. Ik zou zeggen, we gaan... Oh, nee, het is nog geen 10 uur. Nog één minuut. En dan gaan we beginnen met semi-gevorderde. Gisteren hadden we natuurlijk de beginners. Helemaal leuk. Waanzinnig hoe de video is bekeken ook. Onze live les is bekeken. De meesten denken van ja, ik wil niet met... Hey Els, ik wil niet met mijn hoofd in beeld. Dus ik gooi mijn camera uit. Dat kan natuurlijk ook allemaal. Alles mag, alles kan. Als je maar heel veel lol hebt. Goed. 10 uur. We mogen beginnen. Ik pak ook even de les erbij. Ik zeg... Dit leven, je hebt maar één leven, zet jezelf op nummer 1. En denk, joh, wat heeft dit met Spaans te maken? Nou weet je, eigenlijk heeft het niet zoveel met Spaans te maken, maar ik merk gewoon, als jij blij bent, trek je ook allemaal blije mensen aan. Daarom zeg ik ook altijd, mijn cursisten zijn zo leuk, want die trek ik ook allemaal aan. Hè? Weet je, ik ben ook zo'n blij ei. En... waarschijnlijk trek ik dus ook allemaal van die blije eieren aan. Maar dat maakt niet uit. Ik zeg natuurlijk, als jij kijkt. Als je iets niet kunt, hoor ik heel vaak. Ik kan geen Spaans leren. Dat ik denk, nou ja, weet je. Het is voor iedereen moeilijk. En soms moet je ook kijken, wat is er wel mogelijk? Want ik zeg natuurlijk, zet jezelf op nummer 1. Zorg goed voor jezelf. Zorg dat je zelf heel erg blij bent. Soms zeggen mensen, ja maar dit, ja maar dat, ik kan dit helemaal niet. Kijk wat je wel kunt, weet je. Blijf in dat positieve. En dan trek je vanzelf ook al het positieve aan. Dus ik zeg ook, investeer in jezelf. Het is jouw leven. Duurt maar even. Verspil geen tijd. Dat zei ik natuurlijk gisteren ook al. Geld wordt wel weer aangevuld, tijd niet. Tijd is eigenlijk veel kostbaarder. Dus zorg dat je hem goed besteedt. En ik zie wel eens mensen, die zijn dan 5 jaar lang Spaans aan het leren. Heel veel ook gratis aan het opzoeken. Dat ik denk, zonde van je tijd. Weet je, investeer in jezelf. Koop gewoon een cursus. Koop natuurlijk vooral mijn cursus. Want het is de enige manier waarmee je snel en makkelijk Spaans leert. Je kan ook kiezen voor alle grammaticale tijden hoor. Mag je ook helemaal zelf bepalen natuurlijk. Maar ik zeg, verspil geen tijd en besteed het zo goed mogelijk en zo mooi mogelijk. En zo positief mogelijk. Want weet je, je hebt maar één leven, geniet ervan. En ik zou zeggen, laten we gaan beginnen. Laten we gaan beginnen. Wat ik even wilde vertellen, ik heb best wel veel vragen gekregen gisteren na aanleiding van de les. Ook, maar ook heel veel mensen die zeggen van... Ik wil graag live lessen gaan doen. Nou, dat kan. Sommige mensen zeggen, ik wil liever mijn eigen tempo. Ook goed. Je kan kiezen altijd online en live. Live groepen beginnen weer op 8 januari. 7 januari de gevorderde. 8 januari beginners en semi-gevorderde. Mocht je dat willen, zeg ik, pak de aanbiedingen. Jeanette is de gevorderde. Els van de gevorderde. Alida is ook allemaal gevorderde. Allemaal gevorderde voor heel 2019. Helemaal leuk. Die gaan ook allemaal meedoen. En die denken van, nou weet je, herhaling is altijd goed. Dus ik ga maar weer even naar Sinten luisteren. Even kijken. Oh ja, dat zeg ik ook. Mijn live groepen vol is vol. Want ik wil geen overvolle groepen. Goed, we gaan beginnen. Semi-gevorderde. Empezamos. Wat ik ook wilde zeggen, sommige mensen zeggen, ja, maar ik moet werken. Dat kan. Onze live groepen zijn altijd 's avonds. Voor alle mensen die dus overdag moeten werken. Dat kan natuurlijk. Nou, gisteren hebben we de beginners gedaan. Uitspraak. En allerlei zinnetjes. Vandaag, ik hoop dat jullie de lesvideo
geluisterd hebben, gezien hebben. Hey, Carline, Stephanie, ook weer bij Jan. Helemaal leuk, 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 leuk. Ik ben benieuwd wie van jullie heeft. Gooi in de chat. Mensen die voor het eerst zijn, waar zit die chat? Nou, onderaan zie je zo'n balkje, meestal. En zo'n wolkje, dat daar staat, bij mij staat er bij chat. Maar mensen met een iPad, dan staat er weer iets anders. En het kan zijn in de hoek dat je drie puntjes hebt staan, dat je daar kan kiezen naar chat. En oh, Stephanie, jij zit ook in Spanje. Zie ik aan de tralies voor je ramen. Helemaal goed. Gooi in de chat. Nou moet ik natuurlijk wel mijn eigen chat aanzetten. Ik ben ook niet zo handig hoor. Even kijken. Doe ik dit? Gooi me. Oh, jullie zeggen gewoon niks in de chat. Is dat zo? Ik vroeg wie heeft de lesvideo gezien? Oh, goed zo, Jan. Ja, maar Jan, jij had het natuurlijk al gezien. Of niet? Ik neem aan, Jan, dat je al bij de semi-gevorderde, dat jij bezig bent met die lessen, toch? Nou, Elida zal wel denken, Jeanette en Els. Joh, dat heb ik allemaal al lang gedaan. Ik denk dat de meeste mensen de chat nog niet kunnen vinden. Dat kan ook. Hey, Hanny is er ook. Het is wel leuk om de chat te vinden, want we gaan natuurlijk oefenen. Oh, goed zo. Dorothee heeft hem toch gevonden. Het is natuurlijk leuk om actief mee te doen. En gisteren was het waanzinnig cool hoe jullie allemaal zo actief meededen. Dus ik hoop dat vandaag weer. Hey, Geek, ik zie je vanavond denk ik ook wel weer. En Els natuurlijk ook. Goed. Laten we gaan beginnen. De lesvideo zit erbij, hè? Hey, Yvonne, goed zo. Lesdocument hoort erbij. Goed. Mannelijk-vrouwelijk is ook wel iets wat ik bij de beginners doe, hoor. Want dat is natuurlijk iets. Kijk, daarom zeg ik allemaal, doe mijn lessen. Omdat het gewoon goed is opgebouwd. En stapje voor stapje word je steeds een beetje beter. En dat mannelijk-vrouwelijk, daar beginnen we al in les 4 mee. Want dat is dat hele Spaans. Je moet altijd zo nadenken, is het mannelijk, is het vrouwelijk? Oké, dan ga ik mijn bijvoeglijk naamwoord ook aanpassen. En daar gaan we het vandaag over hebben. Want dat blijft altijd een dingetje, merk ik zelf ook. Kijk, ik stond ook natuurlijk in jullie schoenen, of in sommige van jullie, 22 jaar geleden. Dat ik dacht, ja, en ik ga snel Spaans leren. En ik ga er echt geen jaren over doen. Maar dan merk ik ook, al ga je dan Spaans praten, dat je denkt, mijn god, ik moet zo goed opletten of het mannelijk of vrouwelijk is. En kijk, Spanjaarden zijn hartstikke lief. En die zullen ook nooit zeggen van, joh, zo, Stephanie, mooie blauwe lucht. Nou, die heb ik nog niet. Het maakt ook niet zoveel uit, want ze snappen natuurlijk toch wel wat je zegt. Maar we gaan graag goed Spaans leren. Even kijken. In de video heb je de alle gehoord natuurlijk met de uitspraak van Nels. Nels is natuurlijk Spaanse. En voor mij hoor je de vertalingen en de uitleg. Dat is het voordeel ook van een Nederlandse uitleg. En ook het voordeel dat ik snap wat nou voor ons zo moeilijk is, voor ons Nederlanders en Belgen. Goed, wat gaan we doen? We gaan gewoon alles oefenen wat er in de les staat. Doe maar mee. Ik begin gelijk even met het moeilijkste. Hoe vertaal je? Kijk of jullie de les goed doorgenomen hebben. Het eten is heel lekker. Het eten is heel lekker. Kijk, dat vind ik leuk als jullie je video aan hebben zetten. Want dan kan ik gelijk zien of jullie meetypen. Geken zit altijd heel hard te typen. Sommigen die typen zo hard dat het net lijkt alsof ze op zo'n ouderwets typemachine zitten, weet je. Nou, dat hoor ik dan met de live lessen natuurlijk, als ze dan hun geluid aan hebben. Dat je denkt, oh ja, vroeger heb ik nog geleerd op zo'n typemachine met zo'n ding, weet je. Hoeft allemaal niet meer. Ik moet zeggen dat ik ook lekker voorbereid ben. Ja hoor, ik heb een leuk spel klaar liggen ook. Even kijken, wat zijn de antwoorden? Oh, Stephanie denkt, demasiado. Mm.
Jannie denkt, nou, mijn pakje niet. Ik bereid gewoon de les goed voor. Even kijken. Want ja, is even extra, hè? Staat niet in de les, maar ga ik jullie even extra vertellen. Wanneer gebruik je nou ser? Wanneer gebruik je nou estar? Even kort door de bocht. Ser is het permanente zijn. Iets wat altijd zo is. Maar ook de klok, de datum, beroepen, buren, is allemaal ser. En als iets tijdelijk is en plaats, goed onthouden, plaats is estar. Heb ik ook een YouTube-videootje van gemaakt op mijn YouTube-kanaal. Kan je het ook nog eens een keer naluisteren. Dus het goede antwoord moet zijn, ik zie. Kijk. Als je nou in het algemeen wil zeggen, eten is lekker. Dan kan je zeggen. Nee, ga ik niet zeggen. Ik ga gewoon zeggen, Sifra. Het is niet goed. Nou, er zijn er wel meer mensen die het niet goed hebben. La comida es muy rica is niet goed, want het is tijdelijk. Weet je, het is ditmaal, deze maaltijd vind je lekker. Dus dan pak je een tijdelijk zijn, dus je inderdaad de T van tijdelijk, estar. Dus je pakt het werkwoord estar. Dus la comida está rica of está muy rica, als je het heel lekker vindt. Demasiado is te veel, hè? Dus dan zeg je te lekker en dat zeg je eigenlijk niet. Inderdaad. Muy, muy, muy. Ja, maar dat hebben jullie allemaal goed ingevuld. Want ik zeg natuurlijk muy, zeg je, al gaat het over een bijvoeglijk naamwoord. Mucho, al gaat het over een zelfstandig naamwoord. Ook een best een dingetje. Ook daar heb ik een, maar die hebben jullie gezien. Die staat natuurlijk ook in mijn les. Muy en mucho. Maar ook, heb ik er ook nog een extra een keer een video gemaakt op YouTube. La comida está muy rica. Heel lekker. Está rica, la comida está rica. Het eten is lekker. En muy is dan heel. Soms zeggen mensen, ja, je mag nooit zeggen als iemand fout doet. Dan zeg ik, nou echt wel, want ik zeg altijd, fouten maken mag, fouten maken moet je doen, want daar leer je alleen maar van. En nou weet ik zeker dus, dat Sifra, heb ik gezegd, ah, dat mag je niet. En dan zeggen mensen, nou dat is lekker verantwoord dat je dat zegt. Maar weet je, ze gaan het nooit meer fout doen. En daar gaat het om, toch? Daarbij, ik ben het maar, hè, die het zegt. En nu, normaal zeg ik ook altijd, we zijn maar in een kleine groep. En dan gaan we lekker fouten maken, want daar leer je alleen maar van. Maar ja, nu gaan we ook op YouTube, dus iedereen gaat zien. Maar dat maakt niet uit. Goed. Heel goed van jullie. La comida está muy rica. Volgende. Die jongen is knap. Zeg maar, die jongen of de jongen is knap. Ik ga hem niet gelijk heel moeilijk maken, want ik zei natuurlijk, joh, maakt niet uit of je nou beginner bent, semi-gevorderde of gevorderde. Doe gewoon alle drie de lessen mee, daar ga ik gewoon rekening mee houden. Dat doen we dan natuurlijk ook. Goed zo. Een niño. Niño. Niño is een jongetje, een kindje. Chico. En gebruik je nu ser of estar? Want kan je ook zeggen... Estás guapo hoy. Kan je dat zeggen? Qué guapo estás. Kan je dat zeggen? Zeg maar ja of nee. Ja, maar dat weet je niet, hè, Jan, of het tijdelijk is. Ik weet ook wel dat ik vroeger veel mooier was dan dat ik nu ben. Inderdaad, als jij zegt gewoon, het is gewoon een mooie jongen. Het is mijn zoon bijvoorbeeld. Dan zeg ik, oef, muy guapo. Mi hijo es muy guapo. El chico, el niño, es muy guapo. Maar kan ik nou ook zeggen, oef, qué guapo estás. Kan ik dat zeggen, ja of nee? Zeg maar gewoon, ja of nee. Ja, die chat zie je niet op YouTube, hè? Dus gooi gewoon al je fouten erin. Ik ga niet zeggen wie het allemaal fout doet. Ook kan je niet zeggen, zegt Steven. Oh, ik zal geen namen meer noemen. Vroeger waren we jong en knap. En nu alleen nog knap. En heel veel ervaring hebben we, Jan. We zijn heel wijs. Ja, goed zo, Geek. Ja, Geek zit mij semi geworden, hè? Je kan best zeggen, qué guapo estás.
Want dan zie je er gewoon die dag heel mooi uit, weet je? Je hebt mooie kleertjes aan of zo. Of je kan ook... ik zeg tegen al die oude vrouwen hier... tegen al die oude vrouwen... Ja, ze denken zelf nog dat ik dat zeg, maar dan zeg ik altijd... Oef, qué guapa estás. En dan denken ze ook... Oeh, ja, ja, ja. Want dan zeg ik gewoon dat ze er mooi uitzien, weet je? Ze hebben zich goed verzorgd, ze hebben een mooie jurk aan. Ze zijn niet altijd mooi. Zeker niet hier in het dorp. Want als je ziet dat ze 's morgens lopen, is het natuurlijk gewoon allemaal in de badjas. Dan gooi je ze een emmer over de straat. Dan lijkt het net alsof de straat geveegd is. Of ze gaan even ergens koffie drinken. En dan zien ze er niet zo mooi uit. Maar als ze dan naar een feest gaan, soms herken je ze niet eens meer. Zo mooi zien ze er dan uit. Maar dan zeg je, oef, qué guapa estás. Of qué guapa estás hoy. Of qué guapo estás. Dus als ze er dan gewoon mooi uitzien, kan je dus gewoon estar. Dan is het tijdelijk zijn. Dan weten ze zelf ook wel dat ze niet altijd mooi uitzien. Maar dat weet je allemaal van jezelf toch ook wel. Goed. Seguimos. Ik begin natuurlijk gelijk met moeilijke. Ik geef niet eens uitleg. Maar ja, ik zie wel dat jullie het allemaal goed doen. Oké. Als iets dus vrouwelijk is, is je bijvoeglijk naam ook vrouwelijk. Nou, hoe weet je nou of iets vrouwelijk is? 99% van de woorden die eindigen op een A zijn vrouwelijk. 99% van de woorden die eindigen op een O zijn mannelijk. Het bijvoeglijk naamwoord eindigt het op een O. Zeg ik ook in de video, hè? Als je die video nog niet gezien hebt, kijk hem nog even. Eindigt die op een O, kan je hem ook vrouwelijk maken. Dus, Nee, ik ga jullie nog niet in de maling nemen. Oké, hoe zeg je de witte bloem, bijvoorbeeld? We gaan dit gewoon even oefenen. Hoe zeg je de witte bloem? Mijn les duurt meestal zo'n 3 kwartier. Oh. Grappig. Caroline, goed nadenken. Carolina, goed nadenken. Stefanie maakt er een roos van. Leuk. Oh ja, Sifra denkt, ik weet echt niet wat bloem is. Maar dan zeg ik ook, zet gewoon bloem neer. Kun je het schelen? Oh, heb ik weer je naam genoemd. Het goede woord voor bloem is la flor. Waarom pak ik nou weer zo'n moeilijk woord, hè? Ik net te vertellen, 90% van de woorden die eindigen op een A zijn vrouwelijk en die op een O eindigen zijn mannelijk. En dan kies ik er weer een die gewoon helemaal niet op een A of een O eindigt. Dus dat, ik zeg altijd, ik ben ook heel goed altijd in hele rare zinnen verzinnen. Inderdaad, het goede woord is flor, la flor. En dan wordt het blanca. Wordt het blanca. Blanco is voor mannelijk, blanca is voor vrouwelijk. Er zit iemand met geluid. Even kijken wie dat is. Oh, ik kan het niet zien. Kelly. Kelly schrikt zich dood, die wordt erna. Goed, ik heb je geluid uit. Oké. Inderdaad, dus blanca is dus vrouwelijk. Want blanco is wit in het mannelijk. Blanca is het dus in het vrouwelijk. Er zijn ook meisjes die heten Blanca. Die kunnen natuurlijk nooit Blanco heten. Goed. Hoe zeg je de? Niet zo'n moeilijk woord nemen hoor. Het huis is duur. Het huis is duur. Huis weten jullie denk ik wel. Duur weten jullie ook als goed nadenken, Marijk. Want het is inderdaad natuurlijk la casa. Hey, denk je, hey, vrouwelijk. Wat is duur ook weer? Ga je dan denken, oké, Karel. Dat wordt dus eindelijk. Oh, dus wordt het vrouwelijk. Wordt het cara. La casa es cara. Cara la casa.
Nee, la casa es cara. Huis is duur. Kijk, en als die tijdelijk in de verkoop is, dan kan het natuurlijk weer esta zijn. Maar dat, daar ga ik jullie niet verder over in de war brengen. Hoe zeg je nu? De man is stout. De man is stout. We gaan tussendoor ook een spelletje doen. Ga ik straks naar mijn semi-gevorderde vanaf 8 januari ook, ook doen. Meer spelletjes, meer spelletjes. En dan met de live level hebben we natuurlijk altijd de microfoon aanstaan. Dan kunnen we ook lekker Spaans praten. Oh ja, Stephanie denkt, ik weet niet wat stout is. Goed zo. Jan denkt, ja, die man zal niet altijd stout zijn. Nou, maar nu is hij wel stout hoor. Dat is ook karaktereigenschap. Dus gewoon een stoute man. Karaktereigenschappen. Het is wel leuk, Jan, dat ik jou erbij kan zien. Dan denk ik, ja. Heb je haar weer, denkt hij. Goed zo. Goed van jullie. Dat jullie allemaal weten wat de man is. El hombre. Hè? Hebben we gisteren geleerd. Geen H, spreken we niet uit. Je schrijft hem wel. Es. Sifra zegt stout. Die denkt, jeetje, wat is stout ook weer? Stout is malo. Kies ik weer een woord uit wat niet op O eindigt, hè? El hombre es malo. Karaktereigenschappen is dus ook met ser. Iets wat je altijd bent. Die man is gewoon altijd stout. Is dat malo, Jannie? Goed zo, Jacqueline. Oké. Oh ja, laat ik even ook iets in het meervoud doen. Hoe zeg je oude tafels? De oude tafels. Hoef, denken jullie. Ja, goed zo, Els. Els is mijn gevorderde groep. Goed nadenken. Tafels. Yvonne? Jacqueline denkt, oeh, wat is een tafel? Inderdaad, heb ik ook nog niet eens verteld. Bijvoegend naamwoord komt achter het zelfstandig naamwoord. Las mesas zijn de tafels. Hoor je dat? Vrouwelijk meervoud. Dus wordt viejas, is oud, ook vrouwelijk meervoud. Las mesas viejas, de oude tafels. Oké, ik ga jullie nu een plaatje laten zien. Doen we gewoon even tussendoor. En dan schrijven jullie bijvoorbeeld, je mag zelf iets verzinnen. Je mag een mooi zinnetje maken. Je mag ook bijvoorbeeld zeggen hoge bergen. Of lelijke bergen. Of vertel maar iets. Jullie het goed? Ja. Dit is het plaatje. Mogen jullie zelf iets over verzinnen? Moet je zelf de woorden gaan verzinnen. Zien jullie dit goed of schijnt dit door? Nee, dat zie je goed, hè? Oh, jullie weten het niet. Oh, jullie zijn even woorden aan het googelen, zeker. Oh. Goed zo. Florentien zegt, ik vind gewoon hele mooie bergen. En Jacqueline vindt, zegt, ik vind hele hoge bergen. En Jan zegt, ik vind grote bergen. Grappig, hè? Jullie vinden allemaal iets anders. Una bola de nieve. Una bola de nieve. Weet je, ik heb hier echt in het hele dorp nog nooit sneeuw gezien, hè? Volgens mij is het 100 jaar geleden dat hier gesneeuwd heeft. Kijk, ik zal deze jaar aan jou laten zien. Oké. Els denkt, ik zeg, de bergen zijn ver weg. Maar wat zei ik? Plaatsbepaling is estar. Dus, wat zeg je dan? Ja, heel goed. Blijf je moeilijk vinden, Els. Gaat vanzelf goed komen. We gaan me gewoon erin rammen. Goed, hay nieve encima de las montañas.
Hay nieve en las montañas, kan je zeggen. Dus er is sneeuw in de bergen. Las montañas son grandes. Geek wordt er dan, werkwoord erbij. Of las montañas grandes, kan natuurlijk ook, grote bergen. Las montañas, of la montaña bonita, zegt Mathieu, ook heel goed. De mooie berg. Las montañas están lejos, las montañas bonitas. Heel goed, Alida. Montaña schrijf je wel met zo'n enje. Met een enje, weet je, met zo'n snorretje. Quiero hacer una bola de nieve. Una bola. Kijk, er was wel dus een sneeuwbal in Spaans. Una bola de nieve. Oh, helemaal goed, una bola de nieve. Las montaña. Kijk, ik wil even aan iemand aan jullie laten zien. Mag hier blijven? Mag hier blijven. Kijk eens, wat leuk hè. Die is nieuw. Hij is nieuw. Schatje, ze is wel heel klein. Ze is pas 6 weken. Dit is een liefie. Hier zijn we mee. Ja, maar Fleury gaat erop staan. Oh, gaat Fleury erop staan? Moet, Dan mag ze bij mij blijven zitten. Goed. Hij heeft een op die dorp van de gemeente huis. Gekakt? Ja. Kijk, onze hond kakt ook op het gemeentehuis. Nou. Es un perro, una perra. Es una perra. Kijk, zijn vrouwtje. Ik zeg altijd, die Spanjaarden vragen altijd, is het een mannetje of een vrouwtje? Ik denk, hoe kan je dat nou schelen of het een mannetje of een vrouwtje? Maar het is een vrouwtje. Het is wel heel klein. Super lief. Oké, mijn bergen. Ik was bezig met bergen. Hè, Pip? Montañas bonitas. Goed, volgende. Nog eentje. Kijk, deze is ook mooi. Zien jullie het? Sneeuw is het. Vertel me iets over de sneeuw. Vertel me iets over de sneeuw. Zo, moet je hem nog zien? Vertel iets over de sneeuw. Els, vanavond gaan we in de live... En Geek, vanavond in de live les doen we Wie ben ik, hè? Nou ja, jij hebt er denk ik al in voorbereid. Dat is ook een leuk spelletje. Maar dat kunnen we nu niet doen, want we zijn nu met een hele grote groep. Dus we kunnen nu niet met z'n allen Wie ben ik gaan doen. Inderdaad. Jan? Oh, Jan denkt dat het de zee is. Oh ja, dat lijkt een beetje op de zee, maar het is de lucht. En onderaan hebben we sneeuw. Elmar is het. Elmar. La mar is poëtisch de zee. Elmar is de zee. Es azul, die is blauw. Maar we hebben het over sneeuw. La nieve es blanca, zegt Jannie. Helemaal goed. Oh, ik mis een... La nieve es muy bonita. A mí me encanta la nieve. Volgens mij zit Steven niet te typen met woordenboek aan of zo. Dan krijg je van die hele rare woorden. Oi waar, nee waar. Heel goed, Els. Vandaag gaat het sneeuwen, zegt ze. El nieve es blanco. Perro is met 1 R. Want anders heb je mijn hond. No hay, zeg je. No hay mucha nieve. Ja, kom maar. In Spanje. Kom. Wel leuk, dit tijdens een live les. El árbol. Oh ja, está en la nieve. Heel goed, Jeanette. La nieve es blanca. La nieve es blanca. Zo, piepkonijn. Don't word bilingue. Bilingue is tweetalig. Volgens mij kunnen honden dat helemaal niet. Want ik weet wel, wij wonen nu 3 jaar hier. En mijn hond... Mijn andere hond, die is een Nederlands hondje, die snapt echt geen Spaans hoor. Oké, we gaan even oefenen met muy en mucho. Hoe zeg je, ik heb veel werk? Ik heb was tengo, hè. Ik heb veel werk. Ik ga maar slapen. Oh, ik mis weer wat berichten. Goed zo, Carlien. Goed zo, Jeanette. Goed zo. Mag, prima mag je ook yo erbij zeggen. Yo is natuurlijk ik. Mag je er prima bij zeggen. Yo tengo.
Ik heb mucho trabajo. Allemaal goed. Jullie hebben gewoon heel goed de les voorbereid. Hoe weten jullie dit gewoon allemaal? Mucho trabajo. De J is een G en je typt het ook met een J. Maar je spreekt het natuurlijk uit als trabajo. Hè? Je zegt geen trabajo. Volgens mij is dat Portugees, maar dat weet ik niet zeker. En nu zeggen we heel veel of veel meisjes. Meisjes. Heel veel meisjes. En als jij weet denk ik wel wat ik bedoel als ik zeg heel veel. Guapas zijn niet per se meisjes, hè? Ja, goed zo, Geek. Die zocht ik inderdaad. Muchísimas chicas. Of niñas. Muchas kan ook, hè? Muchas is gewoon veel meisjes. Muchísimas zijn er heel veel. Ik zeg ook altijd muchísimas gracias. Heel erg bedankt. Hoi. Muchas niñas. Muchísimas niñas. Ja, goed. En hoe zeg je nou? Ik ben heel blij. En dan ga ik even kijken ook naar welke persoon wie wat zegt. Hè? Want dat moet je even goed over nadenken. Ik ben heel blij. Maar Sifra, dan ben je het altijd. Hè? Dan ben je gewoon een blij persoon. Dan is het niet, bij jou is het niet tijdelijk. Jij bent het altijd. Oh ja, dan zeg ik dat natuurlijk van ik ga opletten wie wat zegt. En dan vullen jullie allemaal verlief in. Dat is lekker makkelijk, want die verandert niet in mannelijk of vrouwelijk. En Allegra verandert ook niet in mannelijk of vrouwelijk. Maar contento of contenta, die natuurlijk wel. Jan is ook een blij ei, die zegt ook gewoon soy muy contento. Dus Jan is altijd blij. Oh, Jan zegt ja. Anders zeg je estoy. Estoy muy contento. Estoy contento. Dan ben ik een jongetje. Nu zeg ik estoy muy contenta. Ik ben blij. Estoy muy feliz. Ik ben heel gelukkig. Estoy muy alegre. Dan ben je ook gewoon vrolijk. Zeggen die Spanjaarden. Qué alegría. Zeggen ze ook altijd. Leuk, hè? Het is op zoveel manieren, hè? Dat is altijd met het Spaans. Je kan het allemaal op zoveel manieren vertellen. Soms zeggen mensen, ja, maar dat woord betekent dat. Ja, maar het betekent ook dat en dat en dat. Wel eens verwarrend. Spaans is... Zeggen ze, ja, we hebben een hele rijke taal. Een hele rijke taal, jullie hebben een hele moeilijke taal. Hoe zeg je? Ik woon heel ver weg. Ik wel, hè? Ik woon echt in the middle of nowhere. Daarom zeg ik al tegen iedereen, kom naar Extremadura. Zo mooi hier. Wel in the middle of nowhere. Oh. Goed zo. Wie zegt mi casa? Está lejos, hè, Stephanie? Mi casa está muy lejos. Kan je zeggen, mijn huis is heel ver weg. Maar dan is... het is wel lejos. Het hele woord is lejos. Of het nou enkelvoud is of meervoud, dat maakt helemaal niet uit. En als je zegt, ik woon, is het vivo muy lejos. Mi casa está lejos. Is plaatsbepaling, hè? Weet je nog? Dat zei ik net. Estar is plaatsbepaling. Is daar is ook tijdelijk, dat je denkt, ja, mijn huis is toch niet tijdelijk. Nee, klopt, maar het is plaatsbepaling. Ook als je zegt bijvoorbeeld, ik ben in de keuken, zeg je, estoy en la cocina. Want over een paar minuten ben je weer ergens anders. Maar het is ook plaatsbepaling. Vivo, muy lejos. Weer die J, in plaats van een G. Maar ik zeg altijd, Spaans schrijven vind ik minder belangrijk. Want dan denk ik, ja, weet je, tenzij je in heel veel gaat whatsappen met Spanjaarden. Of zakelijk, dat kan natuurlijk, dan moet je echt wel leren Spaans schrijven.
Maar verder, ja, het is belangrijker dat je Spaans gaat praten. En als ik zie hoe al mijn Spaanse vriendinnen in die WhatsApp typen, dan denk ik, nou, nah, ik kan beter Spaans typen dan jullie, want zoveel fouten. Vivo muy lejos. Ik woon heel ver weg. Of mi casa está muy lejos. Kan ook. Goed. Hoe zeg je? Kijk of jullie het weten. Het is best wel moeilijk allemaal, wat ik al vraag. Maar dit kunnen jullie wel weten. Oké. Okay. Er zijn veel bomen in het land. Of in het platteland. Of ja, ik ben benieuwd wat je ervan maakt. Maak er maar wat van. Probeer er maar wat van te maken. Árboles is mannelijk. Yvonne? In España, heel goed. Dat vind ik heel creatief. Hè? Dan denk je van, ja, ik weet echt even niet wat het platteland is of het land of wat ze nou weer zegt. Ik maak er gewoon lekker Spanje van. Supergoed. In het land, in el país, dan is het wel, el país is dan wel het land, hè, als een land. Niet het platteland, hè, wat ik bedoel. Kijk of iemand dat woord, iemand mij snapt. In el país, ja, inderdaad, Jannie, die zocht ik. Hay muchos árboles en el campo. Die zocht ik. Campo als het platteland, weet je. Als, ik zeg natuurlijk altijd, ik ga weer even naar el campo. Voy al campo. Je trillen. Dus dan ga ik even weer, dan loop ik weer tussen die rijsthelden. Straks ga ik ook even wandelen. Wie er weer mee gaat. Wie wil er weer mee. Hannie gaat meestal mee wandelen. Dat doe ik via mijn Facebookgroep. Wacht, die zal ik eens even... Als je dat leuk vindt, loop ik hier door het dorp wel eens. Zo. En dan hier in het dorp zitten al die Spanjaarden zijn kletskous, hè? Net als ik. Dus dan gaan ze ook altijd tegen me aan kleppen. Supergoed Spaans leren. Kijk, dit is mijn Facebookgroep waar ik dan ga wandelen. Hannie gaat mee wandelen. Hannie gaat altijd mee wandelen. Straks ga ik wandelen. Maar ik loop wel gewoon... dichtbij, zeg maar. Ik ga niet ver weg. Ja, maar slapen. Dus het goede antwoord. Hay muchos árboles en el campo. In España zijn er ook veel bomen. In el mundo, zegt Hani, in de wereld. Ook heel goed. Heel creatief verzonnen. Hay, hay, ha, Griekse ei, is zo makkelijk om te gebruiken voor er is, er zijn. En muy is dus heel... En muy zegt iets over een bijvoeglijk naamwoord. Muy zegt iets over een bijvoeglijk naamwoord. Mucho zegt iets over een zelfstandig naamwoord. Dat is de allerbeste manier om dit te onthouden. Oké. Okay. Heb ik nog een leuk plaatje? Kijk of jullie nog wat leuks kunnen verzinnen. Kijk, dit waren natuurlijk de bomen van daarnet. Muchos árboles in el campo. Kijk, wie weet hier iets over te vertellen? Deze. Even kijken of ik dat goed doe. Weet iemand wat palmbomen zijn? Mooi plaatje. Verzin maar gewoon wat. Verzin maar gewoon wat. Palmbomen. Het is een vrouwelijk woord. Goed. Els gaat... Ja, Els wil alleen maar meewandelen als ik alleen maar Spaans praat. Toch, Els? La playa. Inge zegt, oh, dat is een playa. Is het ook een playa? Nou, dat is niet echt... Nou, ik reken hem wel goed, inderdaad. Verderop, daarachter hebben we la playa. Ik reken hem goed. Soleil is Frans, hè, Stephanie? Jacqueline zegt, sol bajo. Daar heb je ook hele andere woorden voor. Hay mucho calor en este lugar. Oh, is je net een mooie zin. Las palmeras. Hay muchas palmeras cerca de la playa. Cerca de la playa. Oh, jullie maken mooie zinnen. A niet. A is, Carlien, A is naar. En de is van. Oh, zit je steeds naar mijn hondje te kijken. Dat is een schatje, hè? Zo klein. We hebben er pas 2 dagen, maar ze is echt al zo
Ze voelt zich zo thuis. Heel goed. Las palmeras son bonitas. Goed zo, Alida. Mooie zin. De palmbomen zijn mooi. Best wel cool, hè, om op deze plek te zijn. Dat zou ik wel willen. Goed. Ik zeg, de les duurt ongeveer 3 kwartier. Dus ik moet er een beetje een einde aan gaan maken. Alweer. Normaal doen wij met de live lessen. Met de groeps live lessen. De semi-gevorderde doen we altijd 2 lessen doornemen. 2 online lessen. Hè, die nemen we dan door tijdens onze live les 1 keer in de week. En de bootcamp, de beginners, dat is hard werken, die doen 3 lessen. Dat is keihard werk hoor. Dat is echt wel, maar ze zijn zo goed. Mijn bootcampers zijn echt toppers. Even kijken. Mijn aanbieding, die hoort bij de semi-gevorderde. Ik heb natuurlijk online en live. Online zijn 3 favoriete onderdelen. Heb ik nu een waanzinnige aanbieding, krijg je er 1 gratis. Kijk maar naar de kortingscode in het e-book. Die heb je niet in mijn winkeltje staan, maar in het e-book heb je hem wel. Dus dan krijg je 3 voor de prijs van 2. Of als je live mee gaat doen, krijg je van mij erbij 80 podcasts, de mini-cursus en de belangrijkste werkwoordenlijst. Krijg je er allemaal bij tot 12 uur 's nachts. Grappig, hè? 8 januari gaan we starten met de live lessen. Dus we hebben nu nog even kerstvakantie. Maar ik zeg natuurlijk ook, pak alvast je live lessen of pak alvast je online lessen. Dan kan je alvast gaan oefenen, stiekem. En dan ga je een voorsprong opbouwen. En als we dan 8 januari gaan beginnen, dan kom je helemaal goed voor de dag. Dus als je dat wilt, dan kan je dat gaan doen. Jeannette gaat meedoen met de gevorderde. Jeannette zit bij de gevorderde. En die gaat natuurlijk morgen ook meedoen met de live les. Als hier nog vragen over zijn, gooi maar in de chat. En anders, morgen, weer om 10 uur, gaan we Spaanse zinnen maken. En dat is een gevorderde les. Dus die komt ook... Oh, leuk! Ja, leuk, Jacqueline. Inderdaad, nu oefenen. En dan straks vanaf 8 januari gaan we live de lessen oefenen, de lessen doornemen. Ik kan ook zeggen, ik wil helemaal geen live. Dan ga je gewoon lekker in je eigen tempo de online lessen doen. Goed. Hasta esta noche, zegt Els. Want Els heeft vanavond semi-gevorderde groep. Geek heeft ook semi-gevorderde groep. Alida denkt ook semi-gevorderde groep. En de rest zie ik allemaal morgen om 10 uur. Hafe sol. Ja, inderdaad. Het is lekker weer. Oh ja, ik ga wandelen. Dus als je mee wil wandelen, ga even naar mijn Facebookgroep. En dan laat ik zo allemaal bagger zien. Want onze rijstvelden die zijn allemaal geoogst. Dus ik zou zeggen, hasta mañana. Mañana a las 10. Geke tot vanavond. Els tot vanavond. Adios. Hasta luego. Ik moet uit kan zetten. Ja. Yeah.